pakken. En Theo, jij hebt dat als wielerliefhebber, heb jij ongetwijfeld, je zult alles wel gevolgd hebben, maar in ieder geval die wieleronderdelen. De val van Annemiek van Vleuten. Hoe staat hij jou nog op het netvlies? Ja, het is de rode draad in het wielrennen, zou ik bijna willen zeggen. De stoeprand. We zagen vandaag ook weer een renner op een stoeprand liggen. Steven Kruiswijk nota bene, hè? De dag voor Annemiek van Vleuten lagen er ook renners in de finale op de stoeprand. Ja, een stoeprand is vaak een beslissend element in een wielerkoers. En wielrennen is altijd op straat en het zijn mensen van de straat. En zo nu en dan kom je ook letterlijk op straat terecht. En dat is... Ja, het is te veel risico genomen. Het is misschien triest om te zeggen, maar het is ook een van de elementen die de wielrennerij ook zo boeiend maken. En heroïs misschien wel, hè? En heroïs, ja. En ik denk niet dat zij te veel risico heeft genomen. Maar op een gegeven moment als je, als je ineens tot de vaststelling komt dat je een kleine inschattingsfout maakt en je achterwiel blokkeert omdat je net iets te enthousiast remt, ja, dan lig je tegen de stoeprand. En dat iemand... kan gebeuren. Ja, god. Ja, was de derde etappe. En, ja, we hadden net een bevoorrading gehad, dus het gaat even rustig in het peloton. En ja, ik ben bezig mijn zakje leeghalen en ik eet wat. En ja, opeens in het midden van de weg een paal in de weg. En ja, ik kon hem niet meer ontwijken, dus ik klapte er volop met mijn schouder. En ja, die was toen verbrijzeld. Een verbrijzelde schouder. Dus jij naar de intensive care, heb ik gelezen. Zo erg was het dus. Ja, nou, er waren meerdere breuken in het lichaam, dus ik had ook een klaplong en zo, gebroken ribben, gebroken bekken. En, maar mijn geluk was in eerste instantie, ik ben 50 meter voor het ziekenhuis gevallen. Dus ik was heel snel in het ziekenhuis, en, maar daar besefte ze al heel gauw van, ja, jij moet naar het universiteitsziekenhuis in Basel. En toen ben ik 's nachts nog daarheen vervoerd. Jij maakt een transfer naar Katusha. Je zei al, ze hebben me een tijdje geleden benaderd. Met wie praat je dan? Praat je met de sportdirecteur? Of ken je al collega's met wie je even gaat babbelen? Of hoe gaat dat? Nou ja, tegenwoordig gaat alles via managers. Dus ja, ik heb ook een managementbureau die voor mij werken. En die regelen eigenlijk alles. Zij zijn in contact gekomen met, wel met de algemeen manager van Katusha. En, ja, zo is dat balletje gaan rollen. Katusha wordt steeds minder Russisch en ze willen ook internationaler worden en vandaar dat ze mij hebben. En Tony Martin is een Duitser en nu hebben ze ook een Deen aangetrokken. Dus. En er komen een paar Belgen bij, dat weet ik. Dus het zal geen vreemdelingenlegioen zijn. Ik vind die Zakarin een geweldige coureur, een sterke vent. Maar die kan helemaal niet fietsen. Nee, ja, misschien moet je die wat fietslessen hebben. Nee, maar toch, die kan helemaal niet sturen, die jongen. Nee, maar die fietste laatst in de tijdrit in de Giro. Die viel 4 keer in de tijdrit. Ja. Waar gaat het over, man? Met die jongen, daar valt er wel 20% winst te halen dat hij gewoon op de fiets blijft zitten. Echt waar. Ja, bijvoorbeeld de Amstel Gold Race. Heb ik dit jaar al bewezen dat ik daar met de beste mee kan. En, ja, 16e, knap. Ja, maar ik kom wel bij de eerste boven op de Kouwberg, maar dan moet je nog 2 kilometer. En, ja, ik maak een paar fouten daar, maar dat maakt allemaal niet uit. Er komen nog Amstel Gold Races genoeg. En, ja. Maurits, pistool op je hoofd, hè? Ik blijf maar even jouw termen. Ja, zeker. Welke koers zou je naar het allerliefste willen winnen? Het wereldkampioenschap. WK. Het WK. Ja, die trui een jaar lang. Ja, nee, dat blijft mijn ultieme doel. En, of ik het ooit haal, dat weet ik niet, maar dat is het. Je moet doelen hebben, Theo. Daar had ik het zo net met Herman Ponsteel over. Ik zou, als ik nu voor de beslissing zou staan van je moet kiezen Olympisch kampioen worden of wereldkampioen worden. Kijk, ik stel me dus voor, als je wereldkampioen bent wielrennen, dan kun je dus elke wedstrijd een jaar lang, kun je 's morgens die regenboogtrui over je kop heen trekken. Hè? Nou, dat lijkt mij elke dag weer een soort orgasme als je die trui over je kop heen trekt en je steekt je kop door dat gat. Ja. Dus daar heb ik besloten om hier te gaan starten en dan, dan zien we wel hoe het gaat lopen. Wie gaat hem winnen? Ja, ik hoop. Kijk, dat is de spirit. Ik heb een vraag voor... hij is een beetje aan het praten. Erik Dijkstra. Erik, ik was vorig jaar november in de perskamer van Heracles. Je hebt het er net al even over gehad. Over die wedstrijd van Heracles tegen FC Twente, die Heracles met 2-0 won. Je stelde daarin niet een paar vragen, maar je stelde maar één vraag. En die ene vraag die heeft mij altijd geïntrigeerd. Weet je nog wat voor vraag dat was? Ja, dat weet ik nog wel. Ik had die vraag al een paar keer vaker gesteld bij voorgaande persconferenties. En de vraag was eigenlijk heel eenvoudig, maar daarom ook niet minder gemeend. Ik vroeg, Alfred, hoe is het nu met je? Ja, dat klopt inderdaad. Dat zei je ook. En dat was het, weet je wel. En dat vind ik een vraag. Dat is een hele simpele vraag. Maar dat is ook een hele menselijke vraag. Want hij op dat moment, ik meen dat ze voor de derde keer in 4 wedstrijden verloren hadden. Hij zag er eigenlijk verschrikkelijk uit. En ik bedoelde dat. Ik bedoelde dat niet gemeen. Ik bedoelde. Ik verdenk je ook ervan dat jij al wist wat er 3 uur later met Alfred Scheurder zou gebeuren. Nee, op dat moment wist ik dat nog niet. Zo dicht zit ik helaas ook niet bij het vuur. Maar mijn vraag aan jou is nog even, Erik. Wat was het antwoord van Scheurder op die vraag? Scheurder keek mij lang aan en die zei... Hoe denk je dat ik me voel?